Denk je aan het Nederlands Openluchtmuseum, dan denk je aan de Nederlandse cultuur. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebouw. Gebouwen en de plek waar ze staan hebben altijd een grote rol gespeeld in ons leven. Denk bijvoorbeeld aan je eigen woning. Al vanaf de prehistorie hebben mensen een woonplaats. Toen nog in hutten of in grotten. Niet lang daarna wordt ontdekt dat het leven in een groep veel veiligheid biedt. Dorpen groeien uiteindelijk uit tot steden, maar die zien er dan nog heel anders uit dan de stad zoals wij die vandaag kennen. Rond 1800 woont nog maar 2% van de totale wereldbevolking in een stad. Steden die er rond die tijd zijn vaak ontstaan tijdens de middeleeuwen. Als je in de 19e eeuw in Nederland al in een stad woonde, dan woonde je bijvoorbeeld in Utrecht, Nijmegen of Maastricht. Steden die stadsrechten kregen tijdens de middeleeuwen. Steden hebben dan nog duidelijke stadsmuren als grens. Wil je naar binnen, dan moest je door een poort. De enorme verschuiving van platteland naar stad kwam pas rond 1900, toen de industriële revolutie ons land bereikte. De industrialisatie zorgt er onder andere voor dat er verbeterde landbouwtechnieken worden uitgevonden. Hierdoor is er minder mankracht nodig op het platteland. Daarnaast wordt ook de infrastructuur aangepakt, waardoor mensen makkelijker kunnen reizen naar andere plekken. Iets wat tot die tijd weinig gebeurt, maar nu voor meer mogelijkheden zorgt. Steeds meer landarbeiders trekken nu als fabrieksarbeiders richting de stad, waardoor er uitbreiding van bestaande steden en nieuwe steden ontstaan rondom de snel opkomende fabrieken. Het leven in de stad met veel werkgelegenheid en goede voorzieningen klinkt in die tijd voor veel mensen aantrekkelijk. Op het platteland moet je immers hard werken en woon je soms onder erbarmelijke omstandigheden. Veel erger kan het toch niet worden in de stad, is men van mening. Toch wordt het ideaalbeeld van een stad dat men tot aan de industriële revolutie heeft niet altijd waargemaakt. De meeste arbeiders komen terecht in de buitenwijken van de steden, waar ze leven in grote armoede. Veel arbeiders wonen tijdens de industrialisatie in een krotwoning. Vaak een hele kleine woning die je met het hele gezin deelt. In het Openluchtmuseum vind je een steeg waarachter zich zo'n krotwoning bevindt. Ik sta hier in Museum Het Schip, waar ze zo'n krotwoning hebben nagemaakt. Hoi Alice. Hi. Nou, jij bent de directrice van dit museum. En we staan hier nu voor zo'n voorbeeld van een krotwoning. En wat zien we hier? Was dit het hele huis? Of? Ja, dus eigenlijk het, waar je de kamer ziet, het was dat wat het was. En meer was er ook niet. En dan had je weer buiten. Dus alles moest in dat huis gebeuren. Het slapen, het wassen, het koken, het kinderen baren, het kinderen opvoeden. Alles gebeurde op 16 vierkante meter maximaal. En daar woonde je vaak met 4, 5 kinderen. En maar waarom was er dan eigenlijk zoveel armoede in de steden? Door de industriële revolutie werden er in de steden fabrieken gebouwd. En die fabrieken die konden eigenlijk alleen draaien als er heel veel mensen kwamen werken. En die mensen werden eigenlijk gevonden op het platteland. De mensen hadden het daar gruwelijk. Die woonden in boerenlekkende schuren en moesten gewoon keihard werken. En, dus die mensen hadden niet een heel florissant leven. Die trokken naar de steden, omdat ze dachten daar beter werk te vinden. En werd er dan uiteindelijk ook iets gedaan aan die ontevredenheid van de arbeiders? Wat er veranderde ten opzichte van de dorpen, was dat de schaal waarin arbeiders woonden veel groter was. Er ontstond een nieuwe klasse en dat werd herkend in die steden, omdat die schaal zoveel groter was. En dat heeft ook gemaakt dat van links tot rechts in Nederland iedereen achter die woningwet ging staan. Kun je dan ook misschien uitleggen wat dan de grootste verandering was na die wet? Toen de woningwet werd aangenomen, kwam er ruimte voor de arbeider om ook ergens heen te streven. Er werd een begin gemaakt met het opruimen van de krotten. En er kwam een nieuwe geest en dat was de geest van wonen in de arbeiderspaleizen. In de 19e eeuw verandert het stadsgezicht van de opkomende steden razendsnel. Er worden nieuwe toegangswegen en spoorwegen aangelegd en vanwege ruimtegebrek verplaatst men zich langzaamaan naar de buitenwijken. Datzelfde ruimtegebrek zorgt ervoor dat er nu opeens de hoogte in wordt gebouwd. Met goede riolering en watervoorzieningen, elektriciteit en straatverlichting begint de stad beetje bij beetje te lijken op de stad zoals we die nu kennen. Ook in Arnhem is de verschuiving van het wonen op het platteland naar de stad zichtbaar. De beschikbare woningen zijn dan nog erg schaars en duur, waardoor er bijvoorbeeld in de wijk Klarendal veel krotten worden bewoond. Om een einde te maken aan de jarenlange woningnood koopt de gemeente Arnhem in 1918 een aantal grote stukken grond op waarop de Geitenkamp moet worden gebouwd, een wijk met sociale woningbouw. Op 29 november 2020 is het precies 100 jaar geleden dat de eerste steen van de 2000 nieuwe huizen wordt gelegd. De wijk is een goed voorbeeld van een iets verdere buitenwijk die vervolgens goed te bereiken is vanuit de stad door de tramlijn die wordt aangelegd. De Geitenkamp is één van de grootste sociale woningbouwprojecten van de vorige eeuw. Hoi Twan, nou, jij hebt een boek geschreven over de Geitenkamp en we staan hier nu midden in het hart van de Geitenkamp die al 100 jaar bestaat. En waar werkten de arbeiders vroeger die hier woonden? De meeste arbeiders die werkten op het industrieterrein, bij het Broek, bij de AQ, het oude NK. Ook bij de Arnhemse scheepsbouwvereniging. Maar eigenlijk is dat wel nieuw in die periode. De Geitenkamp, of eigenlijk heel Arnhem, probeerde de industrie zoveel mogelijk buiten de deur te houden in die 19e eeuw. En in het begin van de 20e eeuw zagen ze dat dat eigenlijk niet meer kon. Ja, toen is de industrialisatie op gang gekomen en moesten de arbeiderswijken komen. Er was überhaupt veel woningnood in heel Nederland en ook in Arnhem. En daar moest een nieuwe wijk voor komen, dat werd de Geitenkamp. En deze wijk is gebouwd na de woningwet van 1901. En hadden de arbeiders die hier woonden het eigenlijk goed? Ja, absoluut. Je moet je voorstellen dat in de 19e eeuw, aan het einde van die 19e eeuw, heel veel arbeiders echt in krotten woonden in de binnenstad. Net buiten die binnenstad, eenkamerwoningen, slechte hygiëne, open riolen. En toen werd hier een wijk gebouwd met toch voor die tijd in ieder geval redelijk grote huizen. Met een voortuin, een achtertuin, veel licht, veel lucht. Maar die arbeiders kregen moderne woningen met gas, met water, met elektriciteit. En dat was voor die tijd echt wel goed voor ze. Ja. Dat was meer dan dat ze gewend waren. Nou, en het is ook best wel ver van de stad. Vonden mensen het toen niet te ver? Ja, het is inderdaad een eind van de stad af, zeker in die tijd. Maar daarom is die wijk ook ontworpen als een wijk die vooral zelfvoorzienend is. Dus we hebben dat marktplein hier met allemaal winkels. Er was een kerk, of er werd een kerk gebouwd, er waren scholen. En natuurlijk kwam er een tramlijn naar de stad toe. Eerst vooral om materiaal te brengen voor de bouw en zand af te voeren, want er moest echt heel veel grondwerk verzet worden. Maar uiteindelijk is die tram als personenvervoer ingezet. En is de Geitenkamp eigenlijk het enige sociale woonproject in Arnhem in de jaren 20 of was er nog meer? Nou ja, als je puur naar de jaren 20 zou kijken is het in ieder geval het grootste woningbouwproject, het sociale woningbouwproject. Maar het was niet het enige. Voor de Geitenkamp gebouwd werd is de Verschuurwijk al gebouwd. Dat was echt wel een modelwijk die in grote delen van Nederland gekopieerd werd. De Mussenbuurt als echt tuindorp. De Vogelwijk. En toen kwam de Geitenkamp als grootste sociale woningbouwproject van Arnhem uit die tijd. Echt in de jaren 20, ook als tuindorp gebouwd. En daarmee ook zelfs wel een van de grootste sociale woningbouwwijken van überhaupt van heel Nederland. Dus best bijzonder in die tijd. Hoewel de industriële revolutie in Nederland pas echt op gang komt na 1870, ontstaat in Arnhem al vanaf 1800 een vorm van verstedelijking die niet veroorzaakt wordt door de industrialisering. In tegenstelling tot andere steden is Arnhem in die tijd een geliefde woonplaats voor de welgestelde burgerij uit het westen van het land. Veel villa's uit begin 1800 laten de rijkdom zien. Hoewel de migratie vanaf 1870 minder wordt, blijft de stad interessant voor rijken. De welgestelde inwoners zijn de luxe faciliteiten zoals in Amsterdam en Den Haag gewend. Wat ervoor zorgt dat deze ook verspreid worden naar bijvoorbeeld Arnhem. Hoi Willem. Hoi. Jij hebt een boekje geschreven over Arnhem eind 19e eeuw. Klopt. En in die tijd was het verschil tussen arm en rijk heel groot. En hoe leefden die groepen eigenlijk naast elkaar toen? Nou, arm en rijk woonden in de binnenstad vlak bij elkaar. En we zien dat bijvoorbeeld aan de singels van Arnhem stonden een hele rij met grote rijke herenhuizen, zoals je ze ook hier kunt zien. Maar achter die grote herenhuizen, daar bevonden zich vaak sloppenwijken, zoals de Rietenbeek of Klarendal of De Weertjes in Arnhem. Hè, waar hele kleine slechte huisjes stonden, zonder voorzieningen, waar hele gezinnen moesten wonen. En die hadden het heel erg slecht. Ja, wij hebben ook net zo'n krotwoning gezien natuurlijk. Ja. Maar hoe ging dat dan? Hoe leefden die mensen zo samen? Ja, eigenlijk leefden ze niet samen. Eigenlijk leefden ze naast elkaar. En wel bij elkaar in de buurt, maar er was natuurlijk heel weinig contact. Behalve als er sprake was van een verhouding werkgever-werknemer, dienstpersoneel bijvoorbeeld. Dat kwam natuurlijk wel in huis bij de rijkere mensen, bij de welgestelden. Ja. Of toeleveranciers. Maar andersom gebeurde dat zeker niet. Ja, dus er bleef toch wel een bepaalde afstand tussen die twee groepen. Zeker, ja. En Arnhem ontwikkelde zich ook als culturele stad en zoals het Openluchtmuseum kwam bijvoorbeeld als attractie. Was het dan voor iedereen weggelegd om naar zo'n soort attractie te gaan? Nou, zeker in die beginperiode niet, denk ik. Want mensen met weinig geld die hadden eigenlijk twee dingen niet. Geld en het andere was natuurlijk tijd. He, zoiets als de Vrije Zaterdag, die werd pas, dacht ik, ingevoerd in 1966. En ook zoiets als de betaalde vakantie werd pas ingevoerd in 1961. Dus ja, die mensen met weinig geld die hadden geen tijd en geen geld om hier naartoe te komen. En ik weet niet precies wat de entreegelden waren. Maar voor de Tweede Wereldoorlog denk ik dat het bezoek van de wat minder bedeelden heel klein is geweest. En Arnhem wilde ook heel graag een luxe woonstad zijn in plaats van alleen maar een industriestad. En was Arnhem daar de enige in toen? Nee, Arnhem was zeker niet de enige stad die dat wilde. Je ziet dat voor de Eerste Wereldoorlog een heleboel steden in Nederland eigenlijk een soort concurrentieslag hadden. Hè, om hun aantrekkingskracht te vergroten, juist voor die welgestelde mensen. Nijmegen deed daar ook aan mee bijvoorbeeld. En de villadorpen in het Gooi, zoals Baarn en Soest, die deden daar aan mee. En natuurlijk, ja, het grote voorbeeld, Den Haag. Den Haag was natuurlijk echt een stad van statuur, hè, waar veel mensen van adel wonen, veel mensen van geld. Mensen rondom de regeringskringen, rondom de Oranjes, et cetera. Ja. En nou, dat is een beetje het voorbeeld geweest ook voor Arnhem. Arnhem wilde dat zijn, een beetje een miniatuurtje van Den Haag eigenlijk. Ja. Vandaar ook de term Arnhem-Haagje van het Oosten. De industriële revolutie heeft er onder andere voor gezorgd dat de manier van leven vanaf 1850 een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waar in 1800 nog maar 2% van de totale wereldbevolking in de stad woonde, wordt er verwacht dat over een paar jaar meer dan 70% van de Nederlanders in de stad woont. Een van de grootste maatschappelijke ontwikkelingen de afgelopen 200 jaar. Blijven we massaal toetrekken naar de stad? Of verlangen we misschien stiekem toch terug naar het platteland? Tijd zal het ons leren. Mocht je nou meer willen weten over dit onderwerp, kijk dan even op de website. Ik zie je in ieder geval heel graag bij een volgende les van Tess weer. Doei! Vergeet je trouwens niet te abonneren op dit kanaal en like en deel deze video.